Mevrouw de voorzitter, de barbaarse aanslagen in Parijs raken ons allemaal diep. Het CDA leeft mee met de nabestaanden, de gewonden en met alle Fransen. Deze aanslagen drukken ons opnieuw met de neus op de feiten. Onze open samenleving is kwetsbaar. De terreurdreiging komt van IS in Syrië en Irak, maar ook van moslimterroristen onder ons. Wij hebben de dure opdracht een eeuwenoude waardegemeenschap tegen hen te verdedigen. Een waardegemeenschap waarin respect voor de ander en voor elkaars levensovertuiging vanzelf moet spreken. Alleen voor wie bereid is onze joods-christelijke waarden te accepteren als grondslag voor onze samenleving, is er bij ons plaats. Al voor Parijs gold, we mogen hier niet naïef over zijn. De oplossing van dit vraagstuk is van lange adem en gaat niet vanzelf. Het vergt ongemakkelijke keuzes. Bijvoorbeeld, om terroristen te ontdekken, moeten we bereid zijn onze veiligheidsdiensten meer ruimte te geven door toegang op de kabel, bijvoorbeeld, en door internationaal passagiersgegevens nu eindelijk normaal op te kunnen slaan, zodat we ook de terroristen onder hun kunnen vinden. Doe ook de oproep aan de collega's om dat nu eindelijk te steunen. Terugkeerders worden nog steeds behandeld als gewone criminelen. Maar inmiddels weten we dat ze onze vijand zijn. Is het kabinet bereid, wanneer de terugkeerders van IS hier zijn, ze eerst vast te zetten en pas op vrije voeten te stellen als duidelijk is dat ze geen gevaar meer vormen? Voorzitter, terreur bestrijden betekent ook genoeg geld voor de veiligheidsketen. Hoe is het mogelijk dat dit kabinet daar zo moeilijk over doet? Het was de Kamer die na de aanslagen op Charlie Hebdo de totaal onverantwoorde bezuinigingen op de inlichtingendiensten moest terugdraaien. En weer lijkt het de Kamer, de oppositie, te zijn die nu een solider begroting voor de justitieketen moet afdwingen. Is het kabinet bereid minimaal 200 miljoen euro extra voor justitie uit te trekken? Voorzitter, terreur bestrijden betekent ook onze democratie weerbaar maken, antidemocratische partijen kunnen verbieden en het betekent het verheerlijken van geweld strafbaar stellen. Voorzitter, ik heb hier bij mij het actieplan Integrale aanpak jihadisme. Zomer 2014, toen met veel tamtam door het kabinet gepresenteerd. Nog geen enkele van de wetten die hierin zijn aangekondigd, heeft het Staatsblad gehaald. En de wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding, daar is überhaupt nooit meer wat van vernomen. Dat kan niet, zeg ik tegen deze minister-president. Niet als terreurbestrijding serieuze zaak is. Voorzitter, ik vraag het kabinet meer haast te maken. Ons beschermen tegen terreur betekent ook grenzen bewaken. Europa is goed in het openen van grenzen, maar slecht in het bewaken daarvan. Is de premier inmiddels bereid terug te komen op zijn wat premature uitspraak ook voor grensbewaking geen soevereiniteit te willen overdragen? Maar als Europa dat beter kan dan de Grieken, de Italianen, dat wel te doen. En als die buitengrenzen niet goed bewaakt worden, dan zullen de interne grenzen beter beschermd moeten worden. Interessant is het initiatief wat een aantal landen nu neemt. Dat is vanuit het ministerie naar buiten gebracht. En ik wil niet dat dit soort belangrijke initiatieven via bronnen rond het kabinet tot ons komen. Ik vraag de premier nu duidelijk aan te geven welke initiatieven zijn er voor een kleiner Schengen. Want het is op zichzelf heel redelijk om, als de buitengrenzen niet bewaakt worden, de binnengrenzen te verbeteren. Voorzitter, afgelopen zaterdag zei onze premier: IS is onze vijand, daarmee zijn wij in oorlog. Dat is een majeure omslag met de periode voor Parijs, want zelfs na Charlie Hebdo vermeed de premier dit woord altijd met nadruk. En na zaterdag kwam de vicepremier die alweer zei: ik neem dat woord uitdrukkelijk niet over, het zijn niet mijn woorden. En in de brief aan de Kamer komt het hele woord wij zijn in oorlog niet meer voor. Een kabinet dat het niet eens kan worden over de vraag of er sprake is van een oorlog tegen IS, dat zaait verwarring in tijden waarin juist duidelijkheid nodig is. Dat is geen moreel leiderschap. Nee, voor moreel leiderschap
moeten we deze dagen niet naar onze minister-president in Den Haag. Daarvoor moeten wij naar Rotterdam, naar burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hij kiest de juiste woorden. Hij is standvastig tegen radicalisme. Hij verenigt moslim en christen zonder soft te zijn. Aan hem zou de premier een voorbeeld moeten nemen. Voorzitter, nu Nederland blijkbaar in oorlog is, moeten we beseffen, een oorlog kan niet eindigen met een 1-1 gelijk spel. De vijand moet verslagen worden. En op dit moment is ons defensieapparaat vooral een verkooporganisatie voor overtollig materieel. Dat kan niet langer. Niet bij een premier die zegt Nederland is aan oorlog. En ik begrijp dat hij dat vlak voor dit debat ook nog heeft herhaald. Het CDA vraagt daarom meer geld voor defensie. Er is een door het CDA ingediend, solide gedekt amendement, ik zeg het even technisch, voor minimaal 200 miljoen euro extra bij de defensiebegroting. En dan zijn alleen nog maar de ergste noden geleden, maar weten we dat er geen materieel verder hoeft te worden verkocht, dat we de marechaussee kunnen inzetten om de grenzen te bewaken en dat we eindelijk eens daadwerkelijk kunnen ingrijpen in andere landen, met name Syrië. Het CDA verwacht van het kabinet en van deze minister-president dat het woord oorlog betekent meer geld voor defensie dan de schamele fooi die er tot nu toe dit jaar bijgekomen is. Ik rond af. Het kabinet delibereert al maanden over het bombarderen van de IS in Syrië. We zijn in oorlog met IS in Syrië en Nederland staat alleen maar over de grens met een vlaggetje te wapperen om te hopen dat de andere landen toch vooral hun bommen laten raken. Dat kan niet. Dat is niet serieus te nemen. Als allerlaatste de vluchtelingenstroom. Het is net gebleken dat wij onvoldoende weten wie er in Nederland binnenkomen. Dat moet beter. Wij moeten weten wie wij in Nederland bescherming bieden. Ik vraag het kabinet, wat gaan wij daar aan doen? Ik dank u wel.